Het is het begin van de cross met Bart Welles die hier aanzet en een bres wil slaan. Nijs die heeft dat door. Die wisselt van kant en die gaat achter Bart Welles aan. Een mindere start van Albert. Die ziet het allemaal een beetje leidzaam gebeuren, maar denkt van ik moet nog onder stoom komen. Nijs die voelt dat het tempo van Welles niet hoog genoeg ligt en die gaat er dan al van weg. In een hele mooie, fraaie cadans. Alsof hij wat minder last heeft van de blubber. Alsof de modder voor hem wat zachter is. Paulus daar nog meer dan goed. Bart Welles die daar al voelt van, oh, als Paulus mij al voorbij steekt, dan heb ik een probleem. Dan ben ik te snel gestart. En dan is Albert op komst. Albert pakweg in ronde 2, vooral in ronde 3, met een heel goed intermezzo. Is daar op weg naar Nijs. Nijs die daar het volle pond nog niet wil geven, omdat hij weet dat hij dan anders in de knoei kan komen in het laatste deel van de cross. Paulus kan die twee niet houden. Bart Welles wordt ook nog voorbijgereden door Meeuwse. Maar Meeuwse doet rare dingen. Hier dus. Pats. Die fiets hangt nukkig aan een stok. En Meeuwse gaat van zijn stok. En dan kletternat helemaal voort. Dan zul je zeggen, ja, dat zijn ze allemaal. Maar niet op deze manier. Nijs, houdt Albert dan toch weer af. Doet het lekker alleen. Met die hagelwitte helm. Die verrassend wit blijft. En dan misschien wel het beeld van de voorbije weken. Hé, nou jongens. Ik heb een propere fiets nodig. Dit kan niet, hè. Ja, nee. Die mannen die staan aan de andere kant van de materiaalpost. Dus is die even aan het wachten. En dan wacht die heel rustig om weer op te springen. Doet dat zelfs niet. En denkt dan, maar Albert, ik rijd eraf, jong. En doet dat vervolgens. Dat was mooi, leuk, maar wel vreemd. Welles voelt dat hij Paulus aan kan in de slotfase. En behoedzaam, maar zeker, maar wel aan het eind van zijn krachten, pakt hij Paulus. Nijs wint. Met overschot, zou ik durven zeggen. Albert is tweede en Bart Welles is derde. Paulus is vierde, Peters vijfde, Meeuwse zesde, Sven van Toernout zevende, Thijs van Amerongen achtste. Gerben de Knecht, negende. En Kenneth van Kompernolle is tiende.